Merk jij langzaam maar zeker gele puntjes op de bladeren van jouw kamerplant, dan heb je te maken met een beginnende spintaantasting. Maak hier eenvoudig komaf mee met Fornimite. Deze onzichtbare roofmeid bestrijdt spint op kamerplanten, groenteplanten en kleinfruit. Je krijgt de roofmijten geleverd in een handige strooikoker. Je zet de roofmijten best meteen uit na ontvangst. De beste oplossing is om de roofmijten in hoopjes uit te strooien over de bladeren. Lukt dit niet, gebruik dan bioboxen of koffiefilterzakjes. Hoeveel roofmijten je nodig hebt, is afhankelijk van de aantasting. In mijn geval, als er 3 grote en 2 kleine planten lichtjes zijn aangetast, strooi ik een 1000-tal roofmijten uit over de bladeren. Zou ik een zware spintaantasting hebben met webjes, dan heb ik 4000 roofmijten nodig om de plaag onder controle te houden. Dus hoe meer aantasting, hoe meer roofmijten je nodig hebt. Ziezo, de roofmijten jagen nu op de spint. En maak je geen zorgen, de beestjes leven enkel op de plant, zullen jou niet lastigvallen. En sowieso sterven ze na 3 weken af en dan is je probleem ook opgelost. De lege huidjes van de spintmijten blijven op de bladeren achter. Die kan je eenvoudig met een zeepsopje aflassen. Chemische of natuurlijke middelen spuiten in combinatie met roofmijten is geen goed idee. Heb enkele weken geduld en laat de Fornimite zijn werk doen. Nog vragen? Contacteer ons gerust telefonisch, via sociale media of via e-mail. We helpen u graag verder. Veel succes tegen de spint!